Hoi, ik ben Maria van Maria's Sweet Cakery en we gaan gelatinebubbels maken. Ik ga je laten zien hoe het moet. Je hebt daarvoor nodig water, gelatineblaadjes, colordust, ik gebruik een gouden colordust, ballonnetjes en prikkertjes. De ballonnetjes moeten zo klein mogelijk zijn. We gaan de gelatine en het water in een kommetje mengen. Dus koud water. En die laat je 5 minuutjes staan. Ik heb de gelatine 25 seconden verwarmd in de magnetron. Ik heb de ballonnetjes vastgemaakt aan de prikkers. Die heb ik gewoon gedaan met plakband. Aan de bovenkant van het stokje blijven ze goed zitten. Zo krijg je de ballonnen straks makkelijker uit. Gaan we eerst de colordust gaan we mengen met de gelatine. Ga je de ballonnetjes, ga je 1 voor 1 erin dippen. Dit doe je een paar keer, maar laat het tussendoor elke keer heel eventjes opdrogen. Ik heb nu 3 lagen gelatine aangebracht en die laten we 24 uur drogen. Ik heb ze op een eierdoos geprikt, dan blijven ze goed staan. Straks als ze klaar zijn, dan knip je onderaan de ballon, knip je een gaatje. Dan haal je de bubbel vast en dan trek je de ballon zo uit. En dan zijn ze klaar.